Vier jaar lang stond dit kenmerkende wiebelbiebelpand langs de bijlen in Alphen aan de Rijn leeg na een faillissement. Maar eindelijk is er weer een invulling. Het gebouw is verkocht en Ski & Snowboard Experience uit Boskoop is er naartoe verhuisd. En dus kun je er sinds deze week skiën en snowboarden. Hierboven hebben we de skibanen, dus eigenlijk waar mensen de les kunnen volgen. Twee skibanen aan deze kant. Waar je doorheen kijkt is een spiegelwand. Mensen kunnen vanaf de skibaan zien ze zichzelf, waardoor aanwijzingen veel directer overkomen. Vanaf deze kant is het eigenlijk een ruit, zodat eigenlijk mensen die hier zo zitten de kinderen en andere mensen kunnen zien skiën. Aan de andere kant hebben we nog één baan die we nog aan het realiseren zijn, die is bijna af. Nou ja, wat je hier zit is eigenlijk de werking van de skibanen. In dit geval zijn het natuurlijk twee gevorderde skiers. De skibaan is een grote lopende band bekleed met kunstgras, speciaal soort kunstgras. De banen zijn nat, daardoor glijdt het eigenlijk beter. En dan heb je eigenlijk een soort waterkoeling. Er ontstaat er wel een hoop wrijving zeg maar, door het glijden over de mat. Maar in principe is het de mat bepaalt de snelheid. Door je aan te passen aan die snelheid en eigenlijk doordat je bochten maakt is snelheidsbeheersing, kan je ervoor zorgen dat je op één hoogte blijft. En als je op één hoogte kan blijven, heb je eigenlijk een oneindige afdaling. Nou, we zijn hier aanbeland bij het materiaal. We hebben eigenlijk alle maten vanaf heel klein tot 51,5. Dus, 51,5? Dan heb je bijna geen skis nodig. Maar goed, er zijn ook mensen met die maat, dus we hebben het wel. Je kan natuurlijk je eigen schoenen meenemen. Eigen schoenen zitten altijd fijn, daar ben je aan gewend. Alleen het skimateriaal en het snowboardmateriaal, de skis en de boards, dat is eigenlijk, wordt altijd gebruik gemaakt van onze skis en boards, omdat daar geen wax onder zit. Skis van buiten, er zit altijd wax onder. En eigenlijk wax zorgt ervoor dat een ski beter glijdt. Alleen op de skibanen doet precies het tegenovergestelde. Dus juist wax zorgt ervoor dat je niet glijdt. En dan ski je ook echt omhoog, want je wordt meegetrokken door de baan. Dus wel een geweldige beleving, maar niet waar je voor kwam. Nou, buiten het ski om hebben we ook een horecadeel. Dus eigenlijk voor na het skiën lekker een drankje drinken bij de open haard. Of een klein hapje eten. Waar we heel druk mee bezig zijn is ook met een windsportshop. Daar zijn we al heel ver in gevorderd. Alleen onze prioriteit lag nu dat de skibanen klaar zouden zijn en het horecadeel klaar zou zijn. Dus we zijn nu open. Dus de volgende stap wordt eigenlijk om de shop klaar te krijgen.